Tom Lanois. Eigenlijk, het is geen Vlaams boek, mijn favoriete boek. Maar een boek dat ik heel... Toen ik klein was, laten we zeggen, heel dikwijls via de muziek heb leren kennen. Want eigenlijk is het maar een heel dun boekje. Het is eigenlijk een novelle. Het is Jonathan Livingstone Seagull. Ik weet niet of je dat kent. Dat gaat over een zeemee. En eigenlijk heeft ook iets met onderwijs te maken, achteraf bekeken. En die eigenlijk meer en meer uit zichzelf wil halen. En op die manier nieuwe werelden ontdekt en mensen wilt dingen leren kennen. En dat was niet zo gemakkelijk. Dus toen ik jong was, was dat voor mij een heel belangrijk boek. Tijdschrift. Als ik dat al doe, want in principe doe ik dat, wil ik eigenlijk gewoon rustig zitten op het kleinste kamertje, dan is het meestal een tijdschrift. Zeker geen boek. En ik blijf ook niet plakken op het wc, dus op het kleinste kamertje. Dus hoe rapper, hoe beter dat gedaan is. Ja. Het hangt ervan af, dat kan soms de Numo zijn, dat kan soms Tattoo zijn, soms een ander blad. Het hangt er een beetje van af. Dat is een moeilijke vraag, met welke romanpersonage ik iets zou willen. Ik weet niet, ik ben niet zo iemand die kikt op beroep de namen of met dingen mensen. Ik weet het niet. Ik ben niet iemand die. Ik kom eigenlijk echte mensen liever tegen dan uitgevonden mensen. Dat is eigenlijk al heel lang geleden dat ik nog echt plat lag van het lachen van een boek. Maar wel een boek dat mij enorm ontroerd heeft. Dat was helemaal niet lachen, dat was het eerder met tranen in de ogen. Dat was van De Vliegenaar van Khaled Hussein, niet denk ik. Hè? Dus dat was een heel ontroerend boek, vond ik. Dat is de laatste keer dat ik eigenlijk nog eens echt ontroerd was door een boek. Omdat het ook heel pakkend is. Hoe het geschreven is en je voelt de emoties. Eigenlijk die eruit komen. En ik heb de laatste keer toen ik op vakantie ben gegaan van de zomer, heb ik eigenlijk uiteindelijk niet veel gelezen. Maar ik zou graag Wieringa zijn boek Caesarion lezen. Ik ben erin begonnen, de eerste 20 pagina's. Maar ik moet, het is zo'n boek, hè, dus ik moet nog heel veel lezen. En ik ga het nu tussen Kerstmis, als ik opnieuw op vakantie ga, ga ik het meenemen. Ik lees heel graag boeken. Ja, wat ik heel goed mooi vond was van Alan Hollinghurst, de schoonheidslijn of zoiets, The Line of Beauty of zoiets in de nacht. The Line of Beauty of de schoonheidslijn. Dat vond ik een heel mooi boek dat ik heel snel heb uitgelezen. Ah, ik zou er graag eens meer rond de tafel zitten en luisteren wat zij belangrijk vinden. Dus dat heb ik nog niet gedaan. Dus ik ben er wel van plan om dat te doen in de toekomst. Om samen met jonge auteurs rond de tafel te zitten. Wat zij belangrijk vinden, hoe we dat best doen. Enfin, ze doen al heel goede dingen. Hè. Ze gaan naar bibliotheken, ze gaan voor kinderen vertellen. Naar scholen ook soms zo. Ik wil met hen zeker samen zitten om te zien hoe we dat beter kunnen. En sowieso wil ik cultuur en onderwijs dichter bij elkaar brengen. En eigenlijk is het heel belangrijk dat de kinderen in de klas op een heel aangename manier met kunst, cultuur, in het algemeen in contact komen. En daar horen boeken zeker ook bij. En niet van die verplichte boeken. Wel, ik herinner nog toen ik jong was, een tijdje geleden, maar toch. Dan moesten we van die boeken lezen die helemaal niet interessant waren, waardoor je bijna een degoe kreeg om te lezen. Gelukkig heb ik een moeder gehad die altijd naar de bibliotheek ging, waar ik altijd mee ging, van kleins af aan. Ik was een hele snelle lezer, dus ik heb heel veel boeken verslonden al in mijn leven. Alleen de laatste jaren ietsje minder. Fictie. Geef maar Bart Moejaar, het is een leeftijdsgenoot van mij. Gedrukte boeken. Suske en Wiske.